Vandaag zijn we in het Venetië van het Noorden. Deze plaats heeft zo'n 12.000 inwoners en is eigenlijk geen dorp, maar een stad. Maar is het daarmee ook het leukste dorp? We zijn vandaag in Appingedam. Het is hier zeker leuk, hè? Ja. Zeg, waar ben we hier? Best in Daan. Je bent op Daan? Mooi, hè? Geweldig hier. Super. Appingedam dus, hè? In Daan. Boeren, burgers en buitenlui, we hebben vandaag het mooiste dorp van Groningen. Komt dat zien, komt dat zien. En hoe heet deze mooie wurm? Lieke. Ja. Schattig kindje, hè? Ja. Zit nou een klein beetje stil. Ja, stil, ja. Al die vreemde mensen. Ja, en dan zo'n lelijke kerel vlak verder. Hey, veel plezier. Ja, dankjewel. Yo, hoi. Mooi, succes verder. Plezier bij, hè? Ja, dat mag toch? Ja, natuurlijk. Die man gooit deur hoor. Ligt de harde een beetje bief in? Nee, ik mag wel even mijn avond aan de roef, maar wel even. Ja, oké, okay. Maar dat komt wel weer om, hè? Zeker wat we weer. Tot straks, hè? Ja. Doei. Hallo, ik ben Peter. Ik ben Miranda. Hi, ik ben Erwin en lid van het Plusteam. Wat staat er vandaag op programma? Dan kijk ik even naar Dieneke. Hallo. Wat staat er vandaag op programma? Nou, ze gaan naar twee locaties van de Hoven. Terwijl Paasweide, waar we nu staan, ja. En Damstereert. Dat zijn verzorgingscentra, hè? Verzorgingstehuizen. Ja. Op de Paasweide gaan ze een koffietafel verzorgen. Op Damstereert gaan ze daarna een brunch verzorgen. Oké. Okay. Nou, het is een beetje koffietijd. Ik zou zeggen, jongens, rij mij gezellig naar binnen. Op naar koffie en koek. Of cake, of wat dan ook. Tuut, tuut! Goedemorgen. Zo, u had thee, mevrouw, hè? Nou, kijk eens. Zullen we dat even... Oh, dit is goed vol. Ja. Meneer, wat wordt u hier verwend? Ja. Dat is het zo. Dat is toch geweldig? Ja, dat is geweldig. Hoe is het hier trouwens? Fantastisch. Ja. We hebben onze gezellige koffiemorgen. Iedere morgen hebben wij hier een gezellige koffiemorgen. En dan zit je, net zoals nu, met z'n allen niet bij elkaar? Er zijn wel enkele anderen bij. Ja. Maar altijd om een uur, tien,
er 15 mensen komen, 's morgens tegen 9:30, komen hier om 10:00 een kopje koffie drinken. Waarom is Appingen dan benieuwd? Nou, ik sta hier richting over onze prachtige, mooie gerestaureerde kerk Nicolai. Wij hebben een schitterende hangende keukens. We hebben een prachtige rondvaten. Het is een schitterend mooie stadje. Het is historisch. En wat is er oud in Appingen dan? Het monument en de kerk en de huizen. Oké. Okay. Nou, ik vind Appingen een hartstikke mooi dorp. En ik hoop dat Appingen ook eerste wordt. Ja, het is een heel leuk dorp, leuke mensen en het is heel, heel gezellig. Allemaal mensen, leuke visboer. De visboer loopt hier naast me langs, dus het is heel gezellig. Museumstad Appingedam. Nou, dan komt er iemand aanlopen. Dan moet die mevrouw Grimmie hier zijn. Hallo. Mooi. Hallo, Herma. U bent van het museum? Ja. Wat kunnen wij hier zien? We hebben nu een expositie, wisselexpositie. En die gaat over potjes, pillen en poedertjes. Hier heeft vroeger een drogisterij Zeevaart gezeten. En daar hebben we heel veel spullen van gekregen in bruiklijn. En ook van onze apotheker Zalentuin. De spullen zijn dus weer terug op een oude plek hier eigenlijk? We zijn er terug op de oude plek, ja. Kunnen we even kijken? Absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja, knap vrolijk hier, dat merk je wel. Ik ga richting haven. Als je in Appingedam bent, dan moet je eens een keer een rondvaart maken. Kijk maar. Het mooie is vanaf het water dat je overal tussendoor kunt kijken. En je kunt je een beetje voorstellen hoe het er eigenlijk in vroeger eeuwen toe ging. It's old. Back home, if anything's more than 30 years old, they tear it down and build a new one. But here, everything's old, old, old. So it's quite unique. Er staan in het centrum van Appingedam heel veel van die oude huizen. Het oudste gevelgedeelte wat we kunnen zien is van 1611. Zijn er nog van 1630. Vaak zijn de kelders nog van veel oudere data. We wonen hier met allemaal stijgers aan de kant en in de winter dan kunnen we opstappen en dan kunnen we een rondje schaatsen als het bevroren is uiteraard. En zomers is het zo prachtig, met prachtig mooi weer kunnen we zo het water in springen en wordt hier gezwommen door eigenlijk iedereen. Ja. Where we come from it's very dry, very hot but dry, so the canals are quite interesting. We staan hier bij de hangende keukens van Appingedam en die zijn in zoverre zijn die bijzonder dat ze eigenlijk nergens anders voorkomen. Eigenlijk reuze praktisch. De afvoer is geen probleem, die kan gewoon door de grond en het afvalwater dat stroomt wel in het Damsterdiep. Het is eigenlijk kenmerkend voor de stad Appingedam dat die hangende keukens, daar komen de toeristen op af.
Amsterdam is het mooiste dan van Groningen, omdat van alles te doen is. Elke zaterdag is er een markt en er zijn heel veel kerken en er is van alles te doen. Ik woon hier niet meer, maar ik kom hier regelmatig en dat wil zeggen 5-6 keer per jaar terug. Om de mensen, om de stad zelf, om de gezelligheid. Daarom vind ik Appingedam de mooiste, let wel mensen, stad van Groningen. Als je kijkt dat hier nog panden staan uit de 12e en 13e eeuw, dat zie je nergens meer in de provincie Groningen. Ja, hier en daar nog wel eens in een dorpje, maar verder niet. Bovendien is in Appingedam natuurlijk een bruisend verenigingsleven. Kijk in de straat hier rond, achter ons. En nou, dat zie je zelden terug in andere dorpjes of iets grotere plaatsen. Oh, a poor old man came riding by. Hey, we say so. Hey, we say so. Ja. Sorry, zing maar lekker door. Oh, dat ken je niet. Even zeggen zo. Oh, die hoopt zo. Dit is een kaapstander. En, ja, dat wou ik je net vragen. Wat is dat voor vertoets? Nou, een kaapstander dus. En de kaapstander die een werd gebruikt. Kaapstander. Nee, gewoon een kaasstander. Kaapstander. Ja. En kaapstander. Nooit uit, jongens, ik in die bion. Wacht even, hoor. Een kaapstander die. Achter u daar? Nee, ook nooit. Oh, sorry. Dan zakt de anker weer naar beneden. Oh. Je beliep me alleen zo stoel, maar wel zo handig. Een kaapstander die werd gebruikt om het anker op te halen, om de loding aan boord te krijgen en zo. Het was gewoon een grote lier die met mankracht werd bemand. En daar stond altijd een shantyman bij en die zong dan. En die gaf het tempo aan van het waak, zeg maar. En dat lied dat klinkt als? Nou, bijvoorbeeld. Yo. Oh, a poor old man came riding by. And we say so, and we hope so. A poor old man came riding by. The old old man. Says I, old man, your horse will die. And we say so, and we hope so. Says I, old man, your horse will die. Oh, poor old man. For one long month I rode him hard. And we say so, and we hope so. For one long month I rode him hard, oh, poor old man. But now your month is up, old turd. And we say so, and we hope so. Get up your swine and look for work, oh, poor old man. We zijn in de Damsterheert en jullie zijn hier de lunch aan het serveren, lijkt het wel. Ja, dat is heel wat anders, hè, dan vorige week in die tuin. En dan, ja. Ja, dat is, maar goed, het is hartstikke dankbaar werk. Het is leuk om te doen. Mensen zijn heel tevreden. Ja, maar we zijn er nog niet. We moeten nog andere dingen uitserveren. Okay. Maar dat komt allemaal wel. Wat eten ze? We hebben al wat leuke plaatjes gezien van smakelijk gedekte tafels. Nou, er is onder andere poffert, krokettenbroodjes. Wat is er nog meer? Champignonsoep. Heel veel lekkers. Hoe reageerden mensen? Ja, super. Blij en leuk dat we er zijn. En herkennen ons ook van tv, dus dat is wel leuk. Straks weer afruimen en ook afwassen of valt het mee? Ja, we gaan hem met de hand afwassen natuurlijk. Okay. Ik lig eerst de bord schoon natuurlijk. Je bent gewoon voor helemaal jezelf? Ja, ik kan gewoon de kaas nemen. Nou, ik hou je niet te lang op, anders worden de kriketten koud. Yeah. Succes, we komen straks weer hem kijken. Ja. Doei. Nou, het leukste dorp van Groningen is natuurlijk Appingedam. Ik werk daar zelf bij het kerkje Nicolaas. En ja, daarom is Appingedam absoluut het leukste dorp van Groningen. Ik zal zeggen, stem aan. Appingedam is het leukste dorp van Groningen, omdat ik hier 17 jaar met heel veel plezier heb gewoond. En er voor alle leeftijden genoeg te doen is. En bevalt me hier uitstekend. Mensen zijn zo vriendelijk, het is allemaal elkaar goeiedag zeggen. En dus waren wij helemaal niet gewoon. Je komt gewoon achterom bij de mensen en... Ja, nee, ik vind het hier heel gezellig. Echt waar. Appingedam is het leukste stadje van het noorden, omdat hier altijd van alles te doen is. Appingedam is het leukste dorp van Groningen, omdat er allemaal leuke aardige mensen zijn. En wij zijn lokaarden. Jullie zijn de trekkers hier vandaag. Ik heb jaren op touwtrek gezeten. Ja. En, als tempo een beetje gelijk is, dat is belangrijk.
Een stoutje maar sterk genoeg is, hè? Oh, daar heb ik wel vertrouwd in. Doe je dit vaker? Nee, ik kom eigenlijk een bakje koffie drinken, maar dat is nou de eerste keer dat ik direct beëdigd ben. Je komt een bakje koffie drinken, je wordt gelijk voor die bus gezet. Dat bedoel ik maar. Oké, wat wordt de tijd? We gaan voor 10 ronden. Heb je gezien hoe die straat loopt? Of is zo schuin omhoog, hè? Ja, dat, dan 15 seconden. Ja, nou ja, jullie hebben zelf gekozen. Bus trek. 5, 4, 3, 2, 1. Zeker niet slecht. Dit gaat goed zelfs. Heel benieuwd wat dat wordt, Partij. Nou, de laatste meter. Yes. Nou. Wie heeft de stopwatch? Wie heeft de stopwatch? Wie heeft de stopwatch? 29-2. Nee. Goed. En als je dan die hal binnenloopt, dan kom je hier bij een geweldig werk. Dat hebben de mensen van de dagopvang gemaakt. Wat zijn dat mooie spreuken? Een goed kompas wijst altijd naar het noorden. En wie holden vandaan? Vandaan. Zo. Ik keek meneer dan en zei: ah, oh, nee, hè? Was dat nou Max Mina uit Lieden of? Ja. Ik schoon meer stikkeroos. Waarom dat dan? Omdat ik spreken moet. Oh, nee, je hoeft helemaal niet te spreken. Je kan ook gewoon zitten mooi te zijn. Kijk, zie je wel. Zeg, maar dit ziet er allemaal wel gauw uit, hè? Ja, zeker. Ik klink er allemaal niet om, denk ik. Nee, nou ja, je kent je best dan. Ik vind dat in buste. Ja, ik zat me naar. Jongens, de klus zit erop, hè? Hoe heb je het ervaren? Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb genoten van ze en ik was ook blij dat wij ze eens iets anders konden aanbieden. Ja, ja. Alleen in de tuin of op het dak. En wat mij betreft, klus geklaard. Helemaal goed gedaan. Appingedam is het leukste dorp van Groningen omdat Appingedam de beste club is van heel Groningen. Het kan gewoon niet beter, dat weet ik. Ja, allemaal activiteiten en muziek en zo. Ja, dat kan allemaal in Appingedam, nergens anders. Ja. Daarom is het het leukste dorp. En de beste club natuurlijk. Nou, ik vind Appingedam een hele leuke stad. Ik woon nu zelf 35 jaar. En ik zou niet graag weer weg willen. Hartstikke mooi, man. De binnenstad is echt een oud stadje. Daar kun je prachtig in wonen. Hè, met de hangende keukens bijvoorbeeld al zo. Uniek in de wereld. Of hier het Hienzorgen van 1745 in de Nikolaikerk is al bijzonder. Je moet maar een keer een kiekje komen nemen. Ik nodig je allemaal uit om even dame te bezoeken, mensen. En stem ook even op dame, hè. En de groet naar mijn dochter en Scheemda en de zoon in Assen. Die zit voor de televisie. Nou, ja, open vraag natuurlijk, of een domme vraag, laat ik het zo zeggen. Was het wat? Ja, kijk om die heen. Het is fantastisch. Half Appingedam, ik heb hier nog heel Appingedam in Zoetloop. Wat drukte. Wat een drukte. Ja. Mooi weer, had leuke dingen met mogelijk. Iedereen, ook in het verzorgingshuis, was iedereen razend enthousiast. Dus mijn dag kan nooit meer stuk. Nou, die van ons ook niet, hoor. Die van ons ook niet. Als je dat leuk vond, ga naar het leukstedorpvangroningen.nl en stem. Belangrijk, stem. Morgen zitten wij in Niekerk. En hier naast mij John Hees met een heel koor. Ja, ik heb alles met hem. Zo, en wat wordt het? Het wordt goed. Ja, het wordt hartstikke goed. Muzikaal gezien? Nou, we gaan een liedje doen dat heet Reizen, Reizen. En dat staat ook een beetje op jullie, dat jullie overal op reizen. Ja. Nou, ik zeg, ik barst los met de jongens. Oké, we gaan los. Jo. Ja. Wat de boos met u, reed zijn, oh, 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 is zo
groot als Gunnar van op hoog. Wat zie ik het, denk ik zo lang, die heilige Leidenspier. Kom reizen, reizen. Reizen, 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 reizen als partij. Zo! Dat is mooi.